Het Radboud UMC is samen met drie andere Nederlandse ziekenhuizen bezig aan een onderzoek met het heruitgeven van ongebruikte medicijnen. Het gaat daarbij om medicijnen die voorheen wel meegegeven zijn aan een patiënt, maar niet zijn gebruikt. Hiermee worden minder pillen weggegooid en wordt er veel geld bespaard. In dit onderzoek verzamelen we hele dure medicijnen die worden gebruikt bij kanker, zodat we die na een kwaliteitscontrole in de apotheek weer opnieuw voor andere patiënten kunnen gebruiken. Ook PharmaSwap werkt met besparing voor medicijnen. Zij doen dit als apothekers onderling. Ook deze verspillen namelijk zo'n 30.000 tot 60.000 euro per jaar aan medicijnen. Daarom richtte Pieter Oosterhof PharmaSwap op om dit voortaan te voorkomen. Het is een online marktplaats waar apothekers onderling vraag en aanbod kenbaar kunnen maken van geneesmiddelen die de vervaldatum mogelijk bereiken. Dus wat het eigenlijk doet is, stel dat een apotheker een bijzonder geneesmiddel heeft, speciaal voor een patiënt heeft gekocht, die patiënt overlijdt of die switcht van therapie, kan die aan collega's kenbaar maken van, ik heb een product over, kunnen jullie het mogelijk gebruiken? En dan kan een collega-apotheek dat overnemen. Op dit moment hebben we al bijna 700.000 euro aan dure geneesmiddelen opnieuw kunnen gebruiken voor andere patiënten. En daarnaast kijken we ook naar de milieu-impact van dit project. En dat betekent dat we op dit moment een CO2-uitstoot hebben kunnen verminderen, wat gelijk is aan ongeveer 60 bomen per jaar. Op het besparen van medicijnen wordt geen winst gemaakt. De apotheker die het verkoopt, die neemt al verlies. Dus stel, hij heeft het product ooit voor 100 euro gekocht en hij verkoopt het nu voor 50 euro, dan moet hij daar verlies op nemen. De collega die het overneemt, die heeft inderdaad een iets betere korting. En we zouden daar eigenlijk voor openstaan om misschien met zorgverzekeraars in contact te komen, om te kijken of we die kortingen kunnen doorberekenen. Op dit moment focussen we ons op de hele dure medicijnen die bij kanker worden gebruikt. Dat is omdat deze medicijnen vaak overblijven, op kamertemperatuur bewaard moeten worden en omdat ze heel erg duur zijn, zoals ik al zei. Daarnaast geldt het ook nog niet voor alle kankermedicijnen, maar alleen voor de patiënten die nu al meedoen aan ons onderzoek. Dat is omdat we de medicijnen op een speciale manier verpakken. Als het geneesmiddel dan overblijft, kunnen wij de kwaliteit controleren door te kijken of het zakje nog verzegeld is, met de temperatuurlogger of het bij de juiste temperatuur bewaard is geweest en of het geneesmiddel nog tenminste een half jaar houdbaar is. En als dat allemaal het geval is, kunnen we het geneesmiddel voor een ander patiënt gebruiken en kunnen we het geld terugboeken naar de betalende partij voor de eerste patiënt.